Ik ben op mijn 6e begonnen met varen in Optimisten. Ik denk dat ik voor het eerst in de jeugdkernploeg kwam toen ik 12 of 13 was. En toen van de jeugdkernploeg naar de kernploeg. En dan tot mijn 15e opties. Ik was wel echt heel groot in opties. En toen was ik in één keer heel klein in de radiaal. Ik was best wel licht in de radiaal. En je moet eigenlijk wat zwaarder zijn. En mijn naturele gewicht is denk ik 62 kilo. Sorry. En de meeste mensen die zitten eigenlijk wel wat zwaarder. Dus ik heb heel hard moeten trainen. Vandaar dat we ook hier zitten in de sportschool. Dit is eigenlijk de plek waar ik het meeste tijd spendeer. Omdat ja, het key voor mij is echt het fitness. Om mijn gewicht op peil te houden en heel fit te worden en heel sterk. Omdat ik niet genoeg gewicht heb eigenlijk, probeer ik het zo op te lossen. En dat, nu is het een van mijn sterkste punten geworden. Omdat ik nu een allround zeiler ben geworden. Ik ben met een licht gewicht, kan ik goed meekomen met harde wind. Maar ik heb wel het voordeel van het lichte gewicht met zachte wind. Dus ja, vandaar dat ik eigenlijk altijd hier zit op sportschool, op een fiets of aan de gewichten. Superveel mensen echt met mij bezig en het gaat allemaal wel om mij en iedereen heeft zijn eigen vakgebied, maar uiteindelijk ben ik degene die het toch echt zou moeten doen volgend jaar. Dus dat, ja, ik weet niet, het voelt apart. Het is, in het begin vond ik het wel lastig, dat het wel druk creëerde, maar ja, nu is het gewoon geaccepteerd, nu is het gewoon normaal en het is eigenlijk een doelstelling die we met z'n allen doen. En iedereen probeert zich zeg maar op zijn gebied het sterkste te maken. Dus Mark probeert mij zo goed mogelijk te maken op het water en hier in de fitness. En ja, als alles goed gaat, dan hoort daar maar één resultaat bij eigenlijk. Maar je op één snel wisselen, daarna op de bal opdrukken, naar jezelf verplaatsen, de bal op een plek laten liggen. Ik ben onderdeel van haar begeleidingsteam. En ik noem dat gewoon, maar eigenlijk is het heel bijzonder omdat zij als sportster uit Friesland zeg maar toch ook de Olympische Spelen op haar verlanglijstje heeft staan. En ja, ik ken Marit al heel lang en ze is echt als puber gewoon hier begonnen met trainen. En ja, als je dan nu ziet wat voor ja, zeg maar, gedreven vrouw ze nu is in het trainingsproces, ja, dat is wel top. En wat, ja, ik ben gewoon een onderdeel in dat hele verhaal. When I started working with Marit full time now, I didn't know that she would win a lot of gold medals. That was not certain at all. What I was certain about was that she had the ability to learn and I had the ability to coach, and the two together go quite well. Plus the fact that there's something sparky between us, we have a good personal contact, and that means that with the amount of time we need to spend together, we could actually get through all the difficult patches reasonably intact. One of the problems of working this hard to do this amount of work together is you have to put hundreds of hours in on the water. And she made a commitment to those hours, and so did I. And that meant we also had to have a commitment to get through just seeing each other's faces all the time. Let's face it, she's got to live with an old man all the time, yeah? Terrible. And I've got to live with all her teenage years and her developing skills. So, yeah, we made that commitment together. But I did know that she had the ability to get somewhere. How far, I wouldn't know. We still don't know, do we? It's another year to the games. Ik heb niet echt het idee dat ik heel veel voor het zeilen heb moeten opgeven. Ja, je hebt natuurlijk wel een periode. Ik denk zo dat je 15, 16 bent of zo, dat je voor het eerst gaat stappen en dat je wel eens afvraagt van ja, ik wil wel elke week stappen met vriendinnetjes, die doen hetzelfde. Maar nee, nu is het gewoon. Ja, je hebt dat geaccepteerd. Ik wil per se goud halen volgend jaar. En ja, dat moet je gewoon, dat is gewoon een duidelijke keuze geweest. Daar moet je keihard voor werken. En ja, ik vind het leven wat erbij hoort, vind ik nu wel tof eigenlijk met het reizen. En ja, tuurlijk zit je, baal je er nu nog van dat je niet bij iemands verjaardagsfeestje kan zijn of iets. Maar je krijgt er ook een heel hoop dingen voor terug. Het is echt, dit is nu mijn leven en dit is echt een, zeg maar een duidelijke beslissing geweest. En na 2012, ja, misschien had ik eerst een halfjaartje alle dingen gaan doen die ik heb gemist. Maar nee, zoals nu voelt het niet alsof ik iets mis. Nee. Voor de sport moet ik
ik volwassener zijn dan dat ik zou zijn geweest. Ja, je moet wel heel erg snel opgroeien en je kan niet maar ja, dat eigenwijze meisje van Friesland blijven, want daar kom je gewoon niet verder mee. Dus, en zeker als je oudere mensen om je heen hebt, ja, dat forceert natuurlijk wel meer. Soms is het wel lastig, soms wil je wel weer die puber zijn om lekker overal tegenaan te schoppen. Lekker, zeker na hier, als het niet goed ging, om lekker af te reageren. En helaas zijn dan al die oude wijze mensen die op het rechte pad helpen. Maar ja, dat is soms wel eens frustrerend, maar wel echt super nuttig natuurlijk. Dat ze je gewoon weer de weg wijzen. Yeah, she's maturing very fast, but she has to. She can't win a medal without it. One of the aims of the project that I set out with the Federation was to bring young talent through 2 or 3 Olympiads. And to do that, you have to go to the first Olympiad at 22, 24 years of age. And you're young, aren't you? You remember yourself, you're those ages. You're not mature at all, so you have to bring maturity in if you want to win a medal at that age. You know, many people go to the Olympics at 22, 23, but what do they do? Come 10th, 12th, and they say, oh, if only. Well, I don't want an if only with Marit. I have to solve that problem. So yes, we work really hard on maturity, and I'm pleased to say we can all see the huge amount of change. Yeah? She's much older than her years now. Ja, ik ben denk ik wel eigenwijs, maar ik heb wel echt geleerd om zeg maar open-minded te zijn en te luisteren. Want ja, dat heb je gewoon nodig om progressie te maken. Dus zeker de snelheid waar ik in progressie wou maken, dan heb je gewoon niet de mogelijkheid om heel eigenwijs je eigen ding te blijven doen. Nou, Marit die heeft het gestructureerd werken. Dat is, bij Marit was dat altijd wel lastig, want ze zei dit moet je doen op een dag. En dan ja, stond ze op en dacht ze van nou weet je, ga eerst dit doen, dan dat doen. Oh ja, ik moet uiteindelijk ook nog dit doen. En dat is echt helemaal veranderd. Zij, als ik nu niet op tijd mijn programma klaar heb, dan slaat ze gewoon met de vuist op tafel van ik moet nu vandaag beginnen met trainen. Dus ik moet nu voor de komende 3 maanden weten hoe laat ik s'morgens moet opstaan. En dus die structuur heeft, dat eist ze ook gewoon nu dat zo gaat. Dus dat op een manier zit dat zeg maar veel doen, echt heel veel doen, want ze doet echt heel veel dingen voor haar sport. Maar wel op de goede manier, dat heeft ze wel goed overgenomen. Dus ik denk dat ze daar wel baat bij heeft gehad.